je weer kijken naar een nieuwe video van mij. Ik heb vandaag een heel speciale video, want ik ga een kookvideo opnemen met Sissy Paletti. Ik heb net achter de scherm even gevraagd of ik haar Sissy mag noemen, want ik weet dat ze geen Sissy heet, of course. Ja. Maar zo ga ik haar dus noemen. Yes. En ik ben echt heel blij dat we samen een video gaan opnemen. Ja. Ik kom helemaal uit New York. Me too. Ja, schat, ik ben helemaal uit New York gekomen, speciaal om deze heerlijke... Mag ik al zeggen wat we gaan doen? Ja. Oh, ja, zeg het maar. Pasta te maken. Ja. Wij gaan dus de bekende TikTok pasta maken. Maar we hebben bedacht dat we gewoon ondertussen even kijkersvragen gaan beantwoorden. Want het is echt een heel makkelijk recept. En ondertussen kunnen we gewoon jullie vragen echt beantwoorden. Ik heb op Insta-story gezet dat jullie allemaal vragen mogen stellen aan mij, Sissy, ons allebei. En dat is wat we gaan doen. So let's start. Wat zullen we doen? Zullen we echt het recept volgen of gewoon onze eigen dingen gaan? Want je weet ongeveer hoe het moet. Ja, ongeveer. Heb je het al een keer gedaan? Nee, oké. Okay, ik heb het nooit gedaan, maar ik heb wel gezien ovenschaal. Ja. Tomaten, feta kaas, olijfolie, ja. Kruiden, gewoon. Klaar. Zullen we gewoon doen? Oké, ja. Zonder te kijken. Okay. Ja. Wil je hem eerst zien? Nee. Maar dat is dus echt zo klaar. Ja, dat is waar. Dan gaan we gewoon onze eigen insteken. Oké, we gaan het gewoon zelf doen. Ik heb ook een paar ingrediënten die ze niet hebben gebruikt, zodat wij een beetje onze eigen touch aan kunnen geven. Oké. Ovenschaal. Oké, dat is het eerste wat we nodig hebben. Ik hoop dat die groot is trouwens. Ik vroeg aan haar van, hebben ze hier een ovenschaal? Want we zitten nu op een kantoor. Werk jij hier trouwens? Ja, dit is mijn kantoortje. Ja. En hier zitten wij met allemaal content creators en allemaal mensen die fotografie doen of editors zijn. Ja. En ze hebben hier dus een heel schattig keukentje. En we dachten, we gaan hier gewoon gebruik van maken. Het is veel fijner dan thuiswerken. Ja, vind ik ook wel. Maar ik zie geen ovenschaal. Nou guys, een kleine break. Ik ga stuk. We hebben dus een ovenschaal nodig. Hi guys, oh, sorry. Ik zal even ovenschaal schrijven. Wat leuke kijkers van jullie hebben ze. Oké, ovenschaal is er. Yes. Ik denk... Kijk, het belangrijkste is even tomaten. Die moeten we ook even wassen. En ze gebruiken altijd heel veel tomaten. Heb je het wel eens gezien? Nou, ik heb het dus langs zien komen. Net als wat ik die aardappel TikTok heb langs zien komen. En iedere keer dacht ik, oh ja, dit wil ik proberen. Ja. Maar er is natuurlijk nooit van gekomen. Ik wou ook al heel lang deze proberen. Maar ik dacht, hij zal nooit zo lekker zijn. Gewoon lekker met het zag er een beetje zo... Met feta. Zo mattig uit, toch? Ja, gewoon smakeloos, maar goed. Dat doet even zo. Ja, doe maar. Oké. Dat is toch goed? Gewoon zo. Nee, dit doet altijd, ja. Oh, wacht. Ik moet trouwens mijn handen wassen. Wat dacht je daarvan? Lekker man. Guys, de bedoeling is nu dat we die feta blok in het midden doen, toch? Nee, eerst olijfolie. Huh? Dit lijkt op jouw stem. Ja, het was echt. Ja. Oké, we hebben een mes nodig voor de feta. Oké. En olijfolie voor de tomaten. Wacht, ik ga even ruimte maken ertussen zo. Ja, maar ze zien dat niet. Kijk. Ja, zo. Is dit een goed mes of is dit een groot? Oh. Kijk, ik doe even zo olijfolie. Lekker veel. En we moeten geen zout erop doen. Dat heb ik wel gehoord. Echt een fout als je zout erbij doet. Omdat de feta heel zoutig is. Oké. Ja, ik hou wel van... Weet je wat ik echt heb gemerkt trouwens? Nou. Toen ik in New York was en ik at natuurlijk al het eten daar. Ja. Ik denk dat ik ging vloggen, was mijn gezicht gewoon zo dik, zo vol, echt? Zo opgezet. En nu iedere keer kijk ik in de spiegel en denk ik, oh, ben ik afgevallen? Door zout? Ja! Oh my god! Het komt dus door al dat zout, want je weet hoe zoutig het eten is daar. Ze houden van die sodium. Ja. En ik hield zoveel vocht vast. Ik zeg je heel eerlijk, ik heb altijd gezegd, als ik ook naar Amerika ga, ook als ik op vakantie 2 weken, ik kom echt dik terug. Ja, schat. Even kijken, dit doen we dus even in het midden. Toch? Let's do it, ja. Oké, we moesten knoflook erbij doen. Wil je knoflook erbij? Oh, waarom vraag je dit? Jij lust geen knoflook? Nee, ik lust wel knoflook. Ik ook! Oh, je kan natuurlijk wel gewoon ruiken. Sommige mensen zijn daar niet bij. Oh nee, schat! En degenen die het erg vinden, die weten altijd, je weet helemaal niet met mij omgaan. Nee. Ja, leuk. Oh, dat is trouwens een leuke vraag. Hoe kennen jullie elkaar? Mensen vroegen zich echt, ik kreeg die echt het vaakst van allemaal. Van hoe komen jullie opeens bij elkaar? Oh, ik ga echt stuk. Ja, ja, want ik woonde toen natuurlijk in Abu Dhabi. Ja, ja. En hij woonde in New York. Maar, hoe kunnen wij elkaar? Hoe kunnen wij elkaar? Zijn ze dat ook? Hoe kunnen wij twee elkaar? Oh, wij twee. Ik weet niet, wie bedoelt het? Wij twee, hoe kunnen wij? Ha 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 ha!
Ik was wel zo. Intigeripti, olala. Ik kan het wel zeggen. Ik was natuurlijk in Abu Dhabi. Ik was mooi. Heb je Abu Dhabi? Heb je de boy? Oké, hoe kennen wij elkaar? Oké, hoe kennen wij elkaar? Weet je wel? Ik zag die vraag. Toen dacht ik, hoe kennen we elkaar? Heb je, ja, maar ik weet het niet meer. Nee, ik weet het ook niet. Ik denk dat we elkaar gewoon al best wel lang volgden op Instagram. Ja, eigenlijk gewoon automatisch. Soms gaat het gewoon automatisch. Klopt. Oh, leuk. Ik volg haar en dan volg je gewoon terug. Ja, klopt. Wat je elkaar gewoon tof vindt eigenlijk. En ik denk voor het eerst dat we elkaar hebben gezien, dat weet ik nog wel. Was dat bij Benefit? Queen Tarzi. Oh, was het Queen Tarzi? Dan kom ik naar jou toe. Ah, zo leuk. Besef gewoon, ik ben eigenlijk echt totaal niet sociaal. Ik heb echt een beetje... Ik vind je echt wel sociaal aan mij. Ja, met jou dan. Oh, oké. Met mensen die je dan helemaal niet kent. Ja, ik vind het heel eng, maar op haar ging het gewoon af. Oh, leuk. Jezus, ik volg jou. Yay! Heel random. Ik vond het ook super leuk om dan... Weet je wat het is? Als je elkaar ook zo lang volgt en... als ik dan iemand zie in het echt, denk ik... Oh ja, zo leuk. Ja. Ga praten? Gaan we knuffelen? Ja. Gaan we doen? Maar dat doe ik dus niet, hè? Niet? Ik heb een beetje sociale angst. Oh, ze gaat een beetje wat vaker met mij. Ja, ik heb een beetje te veel juist. Dus misschien kan ik jou wat van dat van mij geven. En dan geef jij me wat van dat van jou. Alsjeblieft. En weet je wat het echt is? Ik kom naar jou toe. Ik zeg van, mensen hebben wel kijkersvragen voor jou. Maar ik wil jou zelf ook dingen vragen. Ja, weet je, anders. Ik kijk in de eerste story, denk je van, deze meid is ten eerste altijd vrolijk. altijd kapot veel energie. Waar haal je dat allemaal vandaan? En ik vraag me echt af hoe dat kan, dat je elke dag gewoon zo opgewekt bent. Je wil elke dag gewoon, alsof je elke dag gewoon het beste van maakt. Terwijl ik denk van, ik zit ook gewoon een keer een hele dag op de bank. Dus ik gewoon echt geen zin heb die dag, snap je? Ja, weet je wat het is? Het is dus wel zo dat ik altijd wel zeg maar nadenk van... Oh, wacht even. Ga ik nu op social media of ga ik nu niet op social media? Ja, ja. 9 van de 10 keer zeg ik, ik ga wel op social media, maar wanneer ik zeg maar een bad day heb of zo, dat ik denk van, oh, ik ben nu echt moe of ik heb het echt veel te druk, dan komt het ineens in mij op om op social media te gaan. Dus, dus die hele vraag van, zal ik wel of niet gaan, die komt ineens waardoor dus misschien ik wat minder vaak minder goede dagen laat zien. Ja, terwijl ik eigenlijk alleen maar filmen als je echt goed voelt. Ja, want ik heb altijd zoiets van, ik wil die positivity geven. Ik krijg ook heel vaak berichten van mensen. Ja, ik had vandaag bijvoorbeeld echt een KUT-dag. Toen zag ik jouw video. Je hebt me echt opgevrolijkt, dankjewel. Ja. Dan denk ik, als dit zeg maar zo'n invloed kan hebben. Ja. Stel je voor dat ik dan bijvoorbeeld een bad day zou delen. Wat voor een invloed zou dat dan hebben? Zou iemand dan ook een bad day kunnen krijgen? Ja. Dat zou ik dan weer niet willen. Ja, want die straalt wel echt positiviteit. En ik denk dat iedereen zich van jou volgt. Dat ook wel een beetje van jou meekrijgt. Ja. Dan denk ik inderdaad weer bij mezelf van, is ze elke dag gewoon zo? Ja, nee, ik ben zeker niet elke dag zo hoor. Ik heb ook zeker wel minder dagen. Ik heb ook zelfs een tijdje gehad. Dus dat was twee maanden geleden. Mm-hmm. Toen was ik echt helemaal... ik was helemaal down. Ik zat echt in een heel dieptepunt of zo van. Ik wist niet meer wat ik wilde. Wilde ik doorgaan met social media. Oh, dat zag ik dan. Ja, het was echt zo'n een lichtelijke depressed mode. Ja. Maar er gebeurden gewoon te veel dingen. Ik wist dus niet hoe ik daarmee moest omgaan en hoe ik dat over moest brengen op internet. Moet ik hier niet wat over vertellen? Ik vond het juist heel fijn, want het was heel herkenbaar voor mij op dat moment. Ja? Oké. Okay. Ja, want ik denk dat iedereen een beetje nu aan het struggelen is op social media. De hele situatie nu. Ja. Of niet influencers, hè? Ja. Iedereen struggelt een beetje met zichzelf op de manier. Ik denk van, weet je? Ja, het zijn hele moeilijke tijden. Echt heel veel mensen die het heel moeilijk hebben. En ik krijg soms ook het verhaal van de mensen. Dan denk ik echt, wauw, weet je? Je vergeet, omdat wij zijn zo gewend om op internet te zijn. Ja. Soms vergeet je dat wat voor een rol wij misschien dan in iemands leven spelen. Ja, echt. Maar dat heb ik ook bijvoorbeeld met andere mensen die ik volg bijvoorbeeld. Ik ben nu heel erg bewust van wie ik volg. Dat vind ik heel erg belangrijk. Oh, heel goed, ja. Soms heb je dat toch ook een heel erg, je denkt van echt een tof persoon. En je denkt van online, je denkt van... Er zijn wel veel mensen die anders zijn op social media dan dat ze... Of alleen een bepaalde kant van zichzelf. Zelf niet per se nep of zo, wat ik wil zeggen, maar gewoon... Iets heel erg, hoe zeg je daar, op focussen, zeg maar. Ja, klopt. Ja. Heb je nou nog meer olie drinken? Ja, dat hoort toch. Ik ga vandaag hier met gewoon stel de deur uit. Ze gaat weer. Wat staat er eigenlijk überhaupt op? Wat is dat? Organo? Make-up tutorial. Het is mijn foundation. Wat is het grootste verschil tussen wonen in New York en Nederland? Zo, ik denk dat er heel... Waar moet ze beginnen? Waar ga ik beginnen inderdaad? Laat me even mijn lijst pakken. Ja, ik denk dat er heel veel verschillen zijn. Ja, het is... Laat ik zeggen, wat is hetzelfde?
Niks. Ja, het is heel anders. Weet je wat ik wel echt heel leuk vind aan New York? Het grootste verschil dat ik tot nu toe heb gemerkt als Marokkaan in New York, is dat ik daar geen Marokkaan ben. Nee, hier ben je echt, hè, zodra je er natuurlijk zoals ons bijvoorbeeld uitziet, dan is het van, hey, waar kom je vandaan? Dan wordt je echt gevraagd van eigenlijk, wat is je etniciteit? Daar wordt het je niet gevraagd. Als ze je vragen, waar kom je vandaan? Dan bedoelen ze eigenlijk van welke staat uit Amerika kom je. Kom je uit Californië, kom je uit Washington, kom je... Ja, zo, maar eigenlijk lijkt je ook best wel gewoon op Latina daar. Ja, toch? Dat is ook wel zo. Ook prima Mexicaans kan je. Ja. Het is echt een taal die ik absoluut niet spreek, maar... Ik wel, jij? Ja, goed zo. Maar wist je zeg maar vanaf het begin dat je iemand ontmoette? Ja. Dat je in New York ging wonen. Ja. Dus dat was vanaf het begin al de bedoeling, zeg maar. Kan jij je geloven hoe lang dit heeft moeten verzwijgen? Dus je wist al die tijd. Al die tijd wist ik natuurlijk al, sinds dat wij met elkaar spraken, dat ik naar. Dus ik weet het al jaren, maar ik kon het nooit zeggen. Ja. Wauw. Zo, dat heb je echt lang volgehouden. Ja, nee, ik wist het inderdaad al vanaf het begin. Dus hij heeft wel gezegd van, als we gaan trouwen, weet je, wil je dan wel in New York komen wonen? Toen zei ik van, ja, ik wil dat zo. Ook wel een grote stap lijkt mij, zeg. Ja. Ben je ook weer alleen in zo'n grote stad? Ja. Weet je wat het is? Ik zie het dus nooit zo van, je bent alleen. Ik heb altijd geluk met alleen ben. Ja. Volgens mij kan je ook heel goed alleen zijn. Ja, ik kan heel goed alleen zijn. En dus weet dat ik ben heel erg sociaal. Ik maak in die eerste week heb ik al eigenlijk te veel vrienden die ik niet zou moeten hebben. Wel een fout van mij, want uiteindelijk soms dan connect je ook wel met mensen waar je later denkt van shit. Ja, shit, weet je. Een van de meest gestelde vragen: willen jullie kinderen? Koppels die getrouwd zijn. Altijd. Sinds dag 1 dat ik ben getrouwd, is het gewoon altijd een vraag die terugkomt bij mij. Ja, ze vonden je er meer lastig. Miriam, wie kinderen? Twee kinderen. Ja, inshallah, uiteindelijk wil ik wel kinderen. Vroeger wilde ik niks. Echt? Oh my god, ik heb toen ik 16 was, 15, heb ik zo lang met kinderen gewerkt, dat ik dacht van, ik haat jullie. Ik wil jullie niet meer zien. Ja. Klaar. Ja. En toen, toen had ik mijn man ontmoet en hij is helemaal gek op kinderen. En ik had ook wel zoiets van, uiteindelijk wil ik ook wel kids. Maar hij zegt, ja, ik wil het liefst zoveel mogelijk kinderen. Toen zei ik, ja, dan mag jij ze dragen en baren. Wil je ook echt een groot gezin? Of, Nee, ik denk het niet, nee. Ja. Ik ben wel blij als ik gezegend word met één kind, weet je wel. En daarna, I don't know, maar... In ieder geval, het staat nu niet op de planning. Want, nee. Ik vind het wel grappig wat je zei, dat je dus echt helemaal geen kinderwens had. Ja. Want ik heb het heel lang gehad. Ik vind het nooit hard op te zeggen. Ik heb het wel eens een keer hard op gezegd tegen een vriendin. Die vond het heel apart. Vooral toen aan het begin van mijn huwelijk. Want iedereen had een kinderwens om me heen. Ja. En toen dacht ik, ik heb haar eigenlijk helemaal gezien. En nooit echt een wens om een groot gezin te hebben. Mm-hmm. Dus ik zou ook echt inderdaad blij zijn met één kind of zo. En het maakt niet uit of het dit jaar is of over 5 jaar. Het zal me echt niet boeien. We willen allebei kinderen. Ja. Kinderen. Ja. Maar ik hoor ook altijd te zeggen, als je eentje hebt, 1 is 1 en 2 is 20. Oha. Hoe ervaren jullie het influencerwereldje? Oeh, dat vind ik een leuke vraag. Ja. Omdat mensen altijd maar denken dat we de hele dag alleen maar bezig zijn met make-up en... Alleen maar leuk. En, ja. Ja, hoe ervaar jij dat? Even kijken, hoe ervaar ik het? Nou, het is sowieso nooit mijn intentie geweest om influencer te worden, om het maar zo te zeggen. Ik denk de meeste mensen niet. Ik vind het tot nu toe wel heel erg leuk, omdat ik vind dat ik daar heel erg mijn energie in kwijt kan. Ja, en ik heb heel veel energie. Dus je kan je voorstellen dat toen ik een office job had, dat eruit zag. Ja. Stuiterig gewoon. Ja. Mag ik pauze? Ja? Oké. Okay. Wat is jouw sterrenbeeld eigenlijk? Ja, schat, Aquarius. Waterman? Ja. Ik heb nog nooit een waterman ontmoet. Echt waar? Nee, echt. De meeste zijn zoals mij. Ik heb ook nooit een vriendin van die waterman. Ik ken geen mensen. Ik ken geen waterman. Nee. Oh, wat grappig. Iedere keer als ik iemand zie die dan mij een beetje dezelfde vibe geeft, dan denk ik altijd, jij bent sowieso een waterman. Wie is een waterman die jij kent? Ja, ik heb vriendinnen die watermannen zijn. Echt? Ja. Die ken ik nog misschien. Nee. Het zijn niet meiden die op social media zitten, maar... hier. Vonneke. Ze is ook waterman. Oh, ze was ook aanwezig. Ja, ze was laatst jaar. En toen dacht ik, why am I not surprised? Yeah. Wat vind jij ervan? Hoe is het voor jou? Voor mij was het heel pittig.
Okay. Want ik ben een beetje tegenovergesteld van jou. Ik hou dus niet van camera's. En ik heb ook echt faalangst. Dus ik moest op een gegeven moment een keer op zo'n podium staan om mezelf te voorstellen of zo voor zo'n event. Toen dacht ik van, ja, ik mag gewoon bijna huilen. Oh, jee. Ik dacht van, ik vind het echt zo verschrikkelijk. Ja. Maar dat went ook allemaal. Ja. Ik heb dat en ik heb ook heel erg overdreven kan die nog aanwezig is. En ik denk dat dat een beetje meer naar voren komt. Naarmate ik het wat langer doe, zeg maar. Ja. Maar ik vind het wel steeds leuker worden, want een paar jaar terug vond ik het echt niks aan. Nee. Voor de mensen trouwens die Sissy nog niet kennen, ik denk dat al mijn volgers jou kennen om te zijn. Ik hoop het wel, want dat betekent dat we in dezelfde... Ja, nee, ik denk het echt wel, want ik kreeg heel veel reacties op die vraag. Leuk. En echt van mensen, hoe kennen jullie elkaar? Oh, zo leuk. Die zijn mijn twee favoriete Arabische vloggers. Oh, ja. Zo leuk! We moeten iets in het Arabisch doen dan! Luister, wat willen jullie van deze meid zien? Ik ga het pushen. Ja, maar hoe zo dialect dan? Ik spreek, ja, nee, dat ken ik kolshibi. Weet je wat het is? Ja. Ik kom uit het noorden van Marokko. Dus wij spreken Berbers, Serifa. Ja. Dat is een heel ander dialect. Ja. Dan heb je de rest van Marokko spreekt Arabisch. Dat spreek ik ook. En dan heb je dat gedeelte van 2 jaar in Abu Dhabi wonen. Ik dacht ook al, joh, Arabisch is echt zo van. Ik denk van wat het taal nee. Ja, maar wel goed, want ik versta je gewoon, maar Marokkaans vind ik heel moeilijk om te verstaan. Ja, dus ik ken een aantal woorden van Larabia Fosha, en dat is een beetje het Irakese, het Libanese. Oké, deze gaat nu de oven in. Zit erin? Oh, we moeten nog de pasta maken. Oh! Ga je om met negatieve reacties op Instagram of van dat mensen op Facebook? Want je hebt toch niet Facebook groepen? Oh ja, dat is echt een goede vraag. Ja, hoe ga je daarmee om? Ga je daar goed mee omgaan? Ik had daar vroeger heel erg last van, kan ik zeggen. En ik denk dat dat ook herkenbaar is voor jou. Ik denk dat voor iedereen die nieuw is op social media, dat heel moeilijk vindt. Omdat, de normen en waarden, Dat je denkt van, waar komt dit allemaal vandaan? Ja. In real life krijg je het ook moeten horen. Nee, je gaat niet zomaar tegen iemand zeggen... Je bent lelijk. Dat soort nare dingen zeg je gewoon niet zomaar tegen iemand. Ja. En op social media heb je dus genoeg... helden die lekker achter hun schermpje van alles kunnen zeggen tegen je en of ze zich dan beter voelen doordat ze dat hebben gedaan, I don't know. Maar ik had daar dus vroeger had echt effect op me, ging ik daar echt de hele avond over nadenken. Oh my god, moet ik misschien de foto verwijderen, moet ik misschien de video verwijderen, dat je helemaal gaat twijfelen aan jezelf. Oh my god, maar nu denk ik, yes, nu weet ik wie je bent, nu kan ik je blokkeren, doei! En weet je, op een gegeven moment heb je alles al gehoord. Dus het is niks meer nieuws. Kijk, als je één keer bijvoorbeeld stel je voor, iemand zegt tegen jou vandaag lelijk en iemand zegt tegen jou morgen lelijk. Ik zeg maar wat, hè. Dan denk je van ja, op de derde dag denk je, ja, fuck you, moet je meedoen. Nee. Ik maak het wel met mijn leven. Maar als je voor de eerste keer iets hoort, dan denk je van wow. Ja. Echt heftig. Ja. Ook vind bijvoorbeeld jouw mannen dat jij eigenlijk social media actief bent. Want jij post hem bijvoorbeeld niet, toch? Ik heb zeg maar er natuurlijk zelf voor gekozen om op social media te gaan. En toen we elkaar leerden kennen, zat ik al op social media. Dus ik heb tegen hem gezegd, ja, weet je, this is my life. Ja, ja. Weet je, voordat we hierin verder gaan, moet je even kijken. Vind je het oké? Vind je het oké, weet je? Ja, jij hoeft je niet te solliciteren bij mijn bedrijf. Dus je hoeft ook niet in mijn vlogs. Nee. Dit is gewoon mijn leven, maar je kan ervoor kiezen wanneer jij je comfortabel voelt om dan misschien wel een appearance te maken in je vlogs of op mijn social media of whatsoever. Maar hij heeft altijd gezegd van, ik ben juist heel blij om te zien dat jij iets doet wat jij super leuk vindt. En dat is heel fijn als je dat hebt, die echt jouw stem daarin. Ja, ik vind dat dus hij zegt ook van, ik wou dat ik zeg maar precies wist, dit is wat ik leuk vind en dit is wat ik wil doen. Ja. En dat, en jij hebt dat wel, want ik zie hoeveel passie jij met je social media omgaat en met je werk. Dus hij vindt het helemaal niet erg. Hij support mij daarin. Echt tof. Ik vind het eigenlijk een van de belangrijkste dingen. Dat je echt support in wat je doet. Want anders word je echt zo ongelukkig. Ja, dat is waar. Onze water is klaar. Onze water. Doe jij zeg maar altijd olijfolie bij de water? Nee, doe maar niet. Je hebt te veel. Nee, oké. Gaat jij en deze olie straks deze fles drinken vandaag? Moet je eerlijk zeggen, mensen vinden ons echt leuk samen. Ik had het helemaal niet verwacht. Oh, zeggen ze dat? Ja, echt. Oh, dat is echt lief. Oh my god, dream team! Ja! Thank you! Wat is er? Het gaat wel heel snel! Oh nee, hij is heel hard! Oh, hij is op 9! Oh, is het te hard? Oh, nee, normaal niet, maar deze gaat wel heel hard! Oh, oké. Hoe heeft CM zo leren touwtjes springen? Wat doe jij dan?
ik weet niet wat ze bedoelt. Ze zegt, zegt ze echt touwtje springen? Ja. Ja, kijk, ik doe af en toe touwtjes springen in de gym. Ja. Yeah. Maar ik heb dat echt heel lang niet gedaan. Maar ik ging laatst ook met een touwtje mijn snor weghalen. Misschien bedoelt ze dat. Oh. Ik wil wat anders. Ik ga helemaal. Als het is waar ik die touwtje... Heb je het gefilmd? Ja, tuurlijk. In mijn vlog. Ja, ik dacht, weet je, dit is mijn moment. Eigenlijk is mijn mannekeer niet thuis. Ga weg. Laat me toch ook onze baat in de snor weghalen. Hallo. Ja. Arab girl problem. Dus ik dacht misschien bedoelt ze, hoe heeft ze leren, even leren met touw. Maar ze bedoelt echt touwtjes springen. Ik heb het mezelf gewoon aangeleerd. Ik deed 5 keer in de week en nu ben ik terug in Nederland, maar jij zijn geen gyms. Nee. Dus ik ga toevallig hierna gaan trainen. Dus 2 keer in de week doe ik nu max. Oh, dat is best wel goed. Ja. Maar jij bent echt bezig met aankomen. Ja, ik ben heel erg bezig met aankomen. En ik ben weer bezig met afvallen. Met afvallen. Maar schat, you look good! Like, of ben je nu zeg maar steady strak? Nou, ik denk dat ik gewoon moet sporten, weet je wel? Om strakker te worden. Okay. Ik weet niet of ik moet afvallen nu. Maar nee, ik ben natuurlijk al best wel veel afgevallen. Ja? Oké. Okay. Hoeveel ben je afgevallen in totaal? 15 kilo. Wow! Ja, vergeleken met 2018 was het. Oh my god! Girl, maar ik zie af en toe dus dat jij koolhydraatarm doet en... Hou je dat vol? Dus zei hier, okay, dat je echt zo'n opgeblazen hoofd hebt. Ik heb dat constant als ik koolhydraten eet. Ik heb gewoon een volle hoofd. Helemaal niet. Nee, maar ik zeg... Luister, in real life ziet het er echt anders uit. In de zin van, je bent super skinny, je bent super petit, je bent heel fijntjes. Zo. Terwijl, ja, like... Op beeld is het anders. Op beeld is het anders, yeah. Op beeld is het anders. Maar dat is altijd zo met, dingen, toch? Ja, met social media. Ik vind jou helemaal hetzelfde. Like, same, same. Je bent gewoon echt mooi, gewoon real life op foto's. Granita! Nee, ik vind jou echt de same gewoon. Oh gewoon my echt god, same. Zo grappig. Ik heb echt een, ik heb iets en dat heet prikkelbare darmsyndroom. Mijn darmen. Maar waar reageer je dan op? Schat, alles wat je kan bedenken. Nee. Weet je wat het is? Kijk, vandaag eet ik bijvoorbeeld pasta, krijg ik niet. Morgen eet ik weer pasta, krijg ik het wel. Dus ik heb geen specifiek iets waar ik echt mijn vinger op kan leggen van als ik dit eet ga ik het krijgen. Okay. Maar ik weet wel als ik gefrituurde dingen eet. Oké, okay, ja, dat kan. Dit wordt gewoon dit, hè. Heb je dan niet van soms een aanval gehad in de auto of zo? Ja! Ja! Oh my god, ik was met mijn broer naar Parijs. Ja. We hadden iets gehaald bij het tankstation. Dat is het dus. Ja. Dus mijn buik ging opeens zo erg opzetten. Ik moest... Maar ja, ik zit naast mijn broer. En ik moest die broek open doen. En ik denk, wat gaat hij denken? Ja. Dus ik doe... Gelukkig had ik zo'n oversized trui aan. Dus ik doe mijn knoop open, mijn rits open, die hele broek open zo, toch? Ja. Oh my god. En ik had zo'n last. En op een gegeven moment, mijn buik die werd alleen maar groter en groter. En eigenlijk bij... Hij zegt, wat is er? Het is alsof ik... Ik heb gewoon een beetje pijn in mijn buik. Ja. En zo, wat is, ik zeg, ja, we hebben net iets gegeten of iets gedronken. Maar toen heb ik hem dus verteld van, ja, ik heb een prikkelbare darmsyndroom. Dus ik zeg, oké, als we ergens naar het toilet kunnen gaan, dan zal ik hem dus echt kijken of ik... Dat is echt herkenbaar voor mij, hoor. Ja? Ik kreeg heel gluten en zuivel. Oh. Maar soms ook die aanval die ik in ik dacht, dat je denkt van, ik ga dood, ik kan niet meer ademen, praat niet tegen praat mij. Niet tegen mij, praat niet. Ja, die herken ik, man. Ja, ik krijg echt krampen, hoor. Ja. Echt, en ook hele harde buik. Maar ook echt gewoon steken, toch? Ja, Van, oh, ik word gewoon gillen van de pijn, gewoon. Oké, okay guys, we gaan het nu proeven. Ja. Oké. Okay. Heel kaasig. Vind je het lekker? Ja, ik heb honger. Ik ga het gewoon eten. Ik vind het wel een beetje tegenvallen. Als ik kijk hoe die trend, zeg maar, hoe viral is gegaan. Misschien even zo'n tomaat of zo erin. Wacht even. Even met een tomaat eten. Ik ga er eventjes een garlicje doorheen halen. Zo'n lekker grote verse garlic. Het is niet slecht. Maar, welke cijfer zou ik geven? Inderdaad? Ik zou het wel een 7 geven. Ja? Ja. Ja, ik zou een 6 of zo geven. Ik vind maar het kijk, jij bent een foodie, hè? Ik niet. Ik vind het absoluut niet vies, maar die hele hype rondom je net smaakt niet.
Maar het is wel lekker. Ja. Het is in ieder geval een hele makkelijke manier om snel pasta te maken. Ja, klopt. Ja. Ja. Maar dan geeft mij liever zo'n lekkere bolognese ofzo. Ja, schat. Ja, dat heb ik ook wel liever. Nou, wij gaan nu eten, guys. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En dan zien we jullie heel snel weer terug samen. Ja, want wij gaan er komt iets leuks aan.